Weet je, dat is vroeger. Vroeger dacht je altijd van poep, haha, dat is grappig, seks, oeh, wat spannend. Yo, hallo dames en heren, vet dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe video. Vandaag een andere achtergrond, hartstikke leuk allemaal. Volg me even op Facebook en Instagram, want dat zou ik super vet vinden. En we gaan even kijken hoe dom ik nou echt ben. Hoe dom is Arthur van Prinsenvliet? Dat gaan we nu even testen natuurlijk. Trouwens, jullie weten dat ik school niet heel leuk vind. Dus we gaan gewoon beginnen. En dan weten jullie al hoe dom ik ben. Nee, geintje. We gaan het nu testen, jongens. Nu komt het echt in de wereld. Nu gaan we het gewoon testen. Dit is 6 jaar geleden bijgewerkt. Dus er kan nog een foutje in zitten of iets. Maar dat maakt helemaal niet uit. Vraag 1. Je kauwgom is wel eens uit je mond gevallen terwijl je aan het praten was. Ja, dat... Ik heb dit al 10 keer gedaan hoor, deze test. Maar ja, dat kan iedereen wel gebeuren, weet je. Dus dan zeggen we gewoon ja. Maar weet je wat het is? Iedereen doet dat wel eens. En dat is helemaal niet erg. Dan ben je niet gelijk dom als je je kauwgom uit je mond laat vallen. Dus dat is wel een beetje een rare vraag. Maar ja, weet je. Je kauwgom is wel eens uit je mond gevallen terwijl je niet aan het praten was. Nou, dat is wel iets doms als dat zou gebeuren. Dus, maar dat is bij mij ook nooit... Nee, dat is bij mij nooit... Nee, bij mij is dat nooit gebeurd. Ja, ik kan het wel leuker gaan maken dan het is. Maar het is bij mij nooit gebeurd, jongens. Je bent wel eens tegen een glazen deur of hoordeur aangelopen. Dat wel. En dat is ook niet dom, mensen. Het ligt helemaal aan je ogen, weet je wel. Dat is... Nou, oké, we gaan verder. 4. Je bent wel eens uit een bewegend voertuig gesprongen. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Als je dat zou doen, ja, dan zou ik je wel dom verklaren. Het is wel eens gebeurd. Dat is vraag 5. Dat is vraag 5 trouwens. Het is wel eens gebeurd dat je aan iets grappigs dacht en wacht even. Het is wel eens gebeurd dat je aan iets grappigs dacht en moest lachen en iedereen je toen raar aankeek. Ja, dat is heel vaak gebeurd, jongens. Dat is echt heel vaak gebeurd. Je bent wel eens tegen een plant of boom aangelopen. Ben ik dat? Nee. Nou, trouwens, dat kan wel trouwens, ja. Dat is wel een keer gebeurd, weet je. Ik kan niet dingen zeggen wat ik eigenlijk wel gedaan heb en dat ik nee zeg. Dat mag niet. Vraag 7. Je weet dat het mogelijk is om aan je elleboog te likken. Nee, dat wist ik niet. Dat heb ik nog nooit geprobeerd. Wie zou dat ook proberen? Dat je denkt van, what the fuck, wat is er met jou aan de hand? Dat kan toch niet? Oké, je hebt geprobeerd om aan je elleboog te likken. Nee, heb ik niet gedaan, motherfucker. Dat heb ik niet gedaan. Fuck jullie. Je wist niet dat het alfabet Twinkle Twinkle Little Star hetzelfde ritme hebben. Dat wist ik niet, nee. Nee, dat wist ik echt niet. Maar ja, ik ben een beetje... Ik heb geen school gedaan bijna. Vraag 11. Je bent wel eens over je veters gestruikeld en gevallen. Jazeker, dat heeft elk kindje wel gedaan. Trouwens, kleine kinderen doen dat sneller dan grotere kinderen. Want grotere kinderen hebben dat al meegemaakt. En kunnen dat voorzien dat ze het niet meer doen. Je bent wel eens gestikt in je eigen spuug. Ja, jongens, dat is, ja, dat is, weet je, dat doet iedereen. Dit zijn allemaal vragen wat iedereen doet. Het is niet bijzonder of zo dat je stikt in je eigen spuug. Of het is niet dom, want ja, dat maakt niet uit. Dat doen mensen gewoon. Je hebt de Matrix gezien en je snapt hem nog steeds niet. Ik snap hem wel trouwens. Dus ja, ja. Je hebt de Matrix gezien en je snapt hem nog steeds niet. Dan zeg ik, even kijken, nee. Nee. Wacht. Ik snap deze vraag niet. Kijk hoe dom deze is. Die sla ik over. Je hebt de Matrix nog nooit gezien. Ik heb de Matrix wel al een keer gezien. Dus... ja, ik heb de Matrix wel gezien. Dus ja. Je typt met maar 2 vingers. Niet meer. Vroeger wel. Dus dan zeg ik... nee. Ik typ niet met 2 vingers. Je hebt ooit per ongeluk iets in de fik gestoken. Per ongeluk niet, expres wel trouwens. Toen was ik boos op mijn juffrouw. Toen was ik weet ik veel oud. Maar ja, heb ik dat een keer gedaan? Nee, eigenlijk niet. Gewoon met opzet, weet je wel. Van fuck jullie, lekker voor je. 17. Je hebt geprobeerd om
door een rietje te drinken, maar drinken kwam in je neus en ogen. Ja, dat is wel een keer gebeurd. Je hebt overdag gekweld. Nee, ik kwel niet, jongens. Ik kwel echt niet. Soms wel. Als ik gewoon even zin in koffie heb of zo, dan kwel ik wel. Maar sowieso 20. Kutkar. 20. Als iemand een scheet zegt, moet je lachen. Nee, dat is, weet je, dat is vroeger. Vroeger dacht je altijd van poep, haha, dat is grappig, seks, oeh, wat spannend. Maar dat is niet meer als je ouder wordt. Je stopt soms zomaar met denken. Nee, ik ben altijd wel echt alleen maar aan het denken. Alles en overal ben ik aan het denken, jongens. Dat is echt niet barkie. Het gebeurt dat je een verhaal aan het vertellen bent en je ineens vergeet waar je het over had. Ja, zeker. Dat heb ik fucking vaak. Dat is echt niet leuk. 23. Mensen schudden vaak hun hoofd en lopen van je weg. Nee, dat niet, man. Soms wel. Maar dat is echt soms. Men zegt vaak tegen je dat je stem van binnen moet gebruiken. Men zegt vaak tegen je... Kijk hoe dom ik ben. Ik zeg gewoon nee. Ik begrijp die vraag niet. 25. Je gebruikt je vingers voor simpele rekensommen. Dus ja, dat wel. Ja, weet je, dat is dyscalculie hebben. Dat is niet dat je dom bent. Nou, oké. Een beetje, oké. Je bent deze test aan het doen terwijl je eigenlijk iets belangrijks zou moeten doen. Trouwens, ik ben een video aan het maken, dus dit is niet dom. Weet je, dus... boeit niet, ja. En trouwens, 26, je hebt wel eens een insect gegeten. Zeker weten, die heb ik zelfs in een vlog gegeten. Een krekel. Even kijken. 28, je hebt je kleren wel eens achter z'n voren. Nu moet je zeggen, maar mocht je deze video nog niet gezien hebben, kijk dan nu eventjes hier zo naar deze video. Oh ja. En dadelijk doe je dit even snijden, totdat je dan, ja. Doe je daar ook weer 28. Oké. Dus nu ga je nog zeggen van... Nog 26 en dan zeg ik van jongens, als jullie die niet gezien hebben, linkje in de beschrijving. Nee joh, gewoon in het beeld. Oké. Jongens, trouwens, als jullie die insectenvideo niet hebben gezien, hier is de video. En daar kan je even op klikken. Ik hoop dat jullie nu even klikken. Yes, dankjewel. Dank je dat je geklikt hebt. We gaan weer even verder. Nummertje 28. Je hebt kleren wel eens achter ze voor of binnen ze buiten aangedaan zonder het te merken. Ja, dat heb ik wel een keer gehad. Ja, dat is... Weet je, dat is ook weer zoiets, weet je wel. Dat je denkt van, nou, weet je, dat is niet dom. Maar dat is gewoon het makkelijk hebben om kleren snel aan te doen en weg te gaan. Dus dat is ook niet dom, trouwens. 29. Je hebt overal gezocht naar iets en kwam er toen achter dat je in je hand had. Trouwens, dat heb ik wel een keer gehad. Toen was ik een mes of een vork aan het zoeken en had ik dat al in mijn hand, weet je wel. Dus dat soort dingen, dus ja. Je stuurt, nummertje 30. Je stuurt mailtjes door omdat je bang bent dat wat erin staat zal gebeuren als je dit niet doet. Nou trouwens, je weet toch op WhatsApp dat mensen van die kutberichten sturen van als je zoveel... Als je zoveel vrienden uitnodigt, dan ga je niet dood of zo. Poeien, dat doe ik eigenlijk nooit. Dus nee eigenlijk. Dus het ja was helemaal niet waar. Nee. Want ja, ik vind het allemaal bullshit wat er staat. Weet je wel, er komt Bloody Mary en zo. Je weet wel zulke dingen dat ik denk van nou, weet je, ga maar lekker een film kijken naar Bloody Mary en val mij daar niet mee lastig op heb. 30. Je stuur. Die heb ik al gehad. Ja, oké. Ik ga helemaal de verkeerde kant op. Zie je? Al die vragen die trippen mij gewoon. Even kijken, dus nee. 31. Je maakt heel veel dingen kapot. Nou, dat zozeer niet, weet je wel. Maar als er een tussenmaatje was, dus een tussenmaatje, dus er was misschien, dan had ik die aangeklikt. Maar zou ik nu maar gewoon even ja doen, omdat, kijken hoe de test dan zegt of ik dom ben of niet. 32. Je vrienden weten dat ze geen lange woorden moeten gebruiken in jouw bijzijn. Nou, ik vind het ook altijd wel fijn als iets langer wordt uitgelegd en dat er meer, meer informatie in te, dus ik zeg ja eigenlijk gewoon, ja. 33.
Je houdt je hoofd schuin als je in de war bent. Ja, dat is wel waar. Maar dat doet geloof ik iedereen. Of dat doet niet iedereen, maar sommige mensen van de volksheid, of hoe zeg je dat? Kijk, dat is wel dom dat ik dit zeg. 34. Je bent wel eens van je stoel afgevallen. Ja, maar dat is ook weer niet dom. Dat is gewoon een foutje. Fouten kan je maken trouwens. Oké, 35. Als je in bed ligt, probeer je figuurtjes te vinden in de textuur van... Oh! Juist. Vroeger, hè, toen ik altijd in mijn bed lag, was het altijd zo dat er van die dingen gingen zweven. Zo in het donker, en toen zag je al die dingen, zag je zo voorbij gaan en shit. Ja, het is misschien heel raar, maar het klinkt ook heel dom. Maar ik zag altijd van die vliegjes, leek net, of iets anders. Maar ja, ik was niet stoned of dronken, dat was gewoon zo. Weet je wel, je hoofd gaat allemaal dingen laten zien omdat het donker is of zo. Zoiets was het. Maar oké, 36, je gebruikt het woord heel vaak. Nou, niet meer. Vroeger wel heel veel trouwens, echt alleen maar maar nu niet meer, weet je, net zoals YouTube. In het begin ga je alleen maar twijfelen aan je, hoe noem je dat, hoe je moet doen en zo. Maar als je echt gewoon echt jaren je ding doet, dan gaat dat ook wel weg, of maar zeg ik soms ook wel hoor. Dus ja, ik gebruik het wel. We gaan het verzenden. Je hebt nog niet alle vragen beantwoord. What the fuck? Moet ik nog een rij doen? Oh nee. Oké. Je bent in slaap gevallen tijdens de les. Ja, dat heel vaak. Dat is echt heel vaak gebeurd. Maar dat is gewoon omdat ik echt gewoon... Ja, oké. Okay, verzenden. Even kijken. Oké. Okay. Nou, dan gaan we even kijken. Ja... Je hebt niet alle... God, wat een domme. Oh, die ook. Oké, je hebt zojuist geprobeerd te zingen. Nee, totaal niet. Dat is... Nou, oké. We gaan naar de volgende... We gaan hem nu verzenden en ik hoop dat... Yes. Hoe dom ben jij? Even kijken. Ik ben de leukste thuis. Oh, wacht. Hier staan natuurlijk... Huh? Even kijken. Kijk, zo dom ben ik dus. Ik weet niet wat ze hiermee bedoelen. Oké, ik heb hulp nodig, man. Ik weet even niet wat ze hiermee bedoelen. Want wat is nou, wat is mijn uitkomst? Oh, deze. Is dat mijn uitkomst? Nee. Wat staat er eigenlijk? Oh, hier staat... Oh ja, zo. Oké. Leukste thuis. Nee, de leukste is, je hebt meer procent bij 62,8%. Je is snugger, nugger. Ben ik snugger? En dat betekent, jij bent ook een... Snugger. Jij bent ook super snugger, zeg. Probeer af en toe even iets relaxter aan te doen. Nou, weet je, ik ben er blij mee. De test heeft niet gezegd dat ik dom ben. Dus dat is wel echt chill. En mensen, als jullie nou die test willen doen... Even linkje in de beschrijving, doe de test zelf en kijk ook hoe dom jij bent of hoe slim je bent. Trouwens, ik klink best wel slim blijkbaar. Maar mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten. Als jullie het nou allemaal leuk vonden, doe dan een duimpje omhoog natuurlijk. Want dat is natuurlijk leuk. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Laten we gewoon de 10.000 halen. Dat moeten we echt gaan halen. Ik heb nu 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Zie je, zo dom ben ik. Ik ben aan het tellen. Maar dus 3.000 abonnees er nog bij. Ik hoop dat jullie allemaal even tegen jullie vrienden willen zeggen dat ik besta. En trouwens, als jullie die test hebben gedaan, plaats even wat jij had. Dat is misschien wel leuk. En dan zie ik jullie weer later.